heren, aan de intro kunnen jullie waarschijnlijk al wel raden waar we het over gaan hebben. Jawel zeker, het heilige bruine drankje, koffie. Koffie is een van de meest populairste drankjes in de wereld en daarom wil ik het vandaag ook hebben met jullie over koffie. Hoe kan je het gebruiken? Hoe drink je het als ware gentleman? En ik wil ook met jullie graag vandaag mijn koffieroutine delen. Ik heb namelijk het idee dat heel veel mensen in deze wereld koffie op de verkeerde manier drinken en op de verkeerde manier gebruiken. Koffie is niet alleen ontzettend lekker, er zit namelijk ook nog eens cafeïne in. En cafeïne kan je ontzettend helpen wanneer je je wat slaperig voelt, wanneer je een energieboost nodig hebt. Dan is koffie het perfecte drankje om je eventjes weer omhoog te tillen en weer klaar wakker te maken en alert te maken. Om toch nog eventjes door je dag heen te knallen, door je werk heen te knallen of wat je dan ook moet doen en het flink snel af te maken. Het is ook niet zo vreemd dat koffie in een bedrijf een van de meest gedronken drankjes is die er maar zijn. Over de jaren heen heb ik al heel veel soorten koffie geprobeerd, heel veel soorten koffiebonen, heel wat kopjes koffie er doorheen gedronken en daarmee een routine ontwikkeld die voor mij het best werkt. Als een ware gentleman en een echte man drink je je koffie natuurlijk zwart. Geen melk, geen suiker, gewoon de pure smaak van koffie. In het begin kan de smaak je misschien wat tegenvallen, maar geloof me, op een gegeven moment ga je ervan houden en je gaat me dankbaar zijn. Door koffie te drinken zonder melk en zonder suiker weet je zeker dat je geen onnodige suikers binnenkrijgt. Zeker als je sojamelk gebruikt, dat zijn de wat zoetere melken, dan krijg je toch ongewenst eigenlijk heel veel calorieën binnen die je eigenlijk niet binnen wil hebben. Deze calorieën komen ook vaak onbewust binnen, waardoor je je niet realiseert dat je al heel wat calorieën die dag op hebt. En dat kan natuurlijk leiden tot overgewicht. Dus zorg ervoor dat je je koffie lekker zwart drinkt, dan weet je zeker dat je altijd goed zit. Natuurlijk zit er in koffie ook cafeïne. Met die cafeïne moeten we natuurlijk verantwoord en op een goede manier omgaan. Cafeïne heeft namelijk een bepaald effect op je brein. Hier bindt het zich aan receptoren, waardoor het eigenlijk andere stoffen die normaal aan die receptoren hadden gebonden, blokkeert. En dus zorg dat jij een opgewekt gevoel krijgt. Je wordt er wakker van, je krijgt er energie van. Sterker nog, doordat de koffie bindt aan die receptoren, ga je ook wat adrenaline ontwikkelen. En voel je je extra alert, extra wakker. Ideaal om nog op een laat moment van de dag werk af te maken en af te krijgen. Nu we een beetje weten hoe die cafeïne werkt, is het dus ook belangrijk ons te realiseren op welke momenten we koffie drinken. Mijn koffieroutine bestaat bijvoorbeeld uit 's ochtends geen koffie. Koffie op een lege maag is niet een heel goed idee en kan soms zelfs het averechtse effect hebben. Ook is het zo dat hoe meer cafeïne je drinkt, hoe meer receptoren er in je brein ontwikkeld worden. Dus eigenlijk heb je steeds meer en meer en meer en meer cafeïne nodig om hetzelfde effect te bewerkstelligen. Daarom moet je ervoor zorgen dat je koffie natuurlijk drinkt op kritische momenten dat je het nodig hebt. En juist op zo'n manier dat je niet te veel binnenkrijgt, zodat je altijd het effect natuurlijk blijft merken. Ah, deze koffie is zo lekker dat het gewoon moeilijk is om een video te maken. Veel mensen beginnen 's ochtends met een bak koffie om wakker te worden. De koffie werkt namelijk in de ochtend ook goed op de receptoren, waardoor je een snel extra wakker gevoel krijgt. Echter is ons lichaam zo gebouwd dat we 's ochtends meestal ook al die boost van het wakker worden, van het alert zijn krijgen. Doordat we net geslapen hebben, goed uitgerust zijn en daardoor onze brein denkt van oké, nu is het moment om goed wakker te zijn. In de eerste paar uren dat je wakker bent, is het vaak beter om op de natuurlijke manier zeg maar wakker te worden dan een bak koffie te drinken. Want zoals ik al zei, cafeïne zorgt ervoor dat je steeds meer en meer en meer en meer nodig hebt. Dus als jij 's ochtends koffie drinkt bij het wakker worden, om goed wakker te worden, heb je de volgende ochtend eigenlijk het weer nodig. Omdat je iedere keer maar meer nodig hebt, want je hersens gaan er op een gegeven moment aan wennen. Dus heb je een ochtend dat je een keer geen koffie kan drinken, dan voel je je ontzettend brak en helemaal kapot. Als je deze inname dus in de ochtend minimaliseert en gewoon drijft op het natuurlijk wakker worden, dan maximaliseer je jouw alerte staat het beste. Mijn koffieroutine is dan dus ook 's ochtends geen koffie drinken en pas meestal na de lunch, dan gaan we beginnen aan koffie. Zeker na de lunch, heb je net gegeten, kan je wel eens de afterlunch dip hebben, omdat je lichaam het voedsel dan gaat verwerken en dan is een kopje koffie ideaal om te nemen. Dus meestal begin ik dan pas met mijn koffie, na de lunch. Dus als je jezelf voelt wegzakken, lekker bakje koffie erin, kan je weer doorpakken. En natuurlijk, zoals altijd, niet alle koffie is hetzelfde. Hè? Je hebt Arabica koffie, dat is een veel zachtere, veel makkelijkere smaak. Zit wat minder cafeïne in, maar je hebt ook vaak Robusto koffie. Dat zijn twee verschillende soorten koffiebonen. Die zijn vaak wat bitterder. Daar zit ook vaak veel meer cafeïne in dan de Arabica koffie. Dus wil je echt een wake me up call hebben, ga voor de Robusto bonen. Zit wel een bitterere smaak in, maar veel meer cafeïne. Dus je voelt je veel meer wakkerder, veel meer alerter door die koffie.
Ook is het het beste om koffie niet te nemen net voordat je gaat slapen. Juist omdat het dat wakker wordende effect heeft, dat alerte effect, wil je het eigenlijk niet nemen net voordat je gaat slapen. Want als je dan in bed gaat liggen, gaan je hersens racen en racen. Je gaat over alles nadenken en je komt maar niet in slaap. De regel die ik meestal een beetje hanteer is na 8 uur 's avonds geen koffie. Ook een hele belangrijke tip, zeker als je een doorgewinterde koffiedrinker bent, zorg ervoor dat je altijd kauwgom bij hebt. Niks is zo erg dan koffieadem. Mijn god, als iemand net een bakje koffie hebt gedronken en hij staat naast je en hij begint te praten. Jesus Christ, hou dan maar op, je wil dood. Echt waar, geloof me. Zorg er dus voor dat als jij een bakje koffie hebt en je weet dat je in gesprek moet met iemand, dat je altijd een kauwgompje bij je hebt, dat je eventjes weer die mond weer lekker fris kan maken en fris kan houden en niet die koffielucht op je gesprekspartner projecteert. Want daar zit echt niemand op te wachten. Het belangrijkste blijft natuurlijk bij het drinken van koffie, dat je lekker van je bakje koffie geniet en dat je er plezier in hebt om het te drinken. Dus nog even in het kort, mijn optimale koffieroutine voor maximale alertheid, minimale koffieinname is 's ochtends geen koffie drinken, gewoon lekker natuurlijk wakker worden, zorgen dat de stoffen die al natuurlijk in je hersens zitten om jou wakker te maken en alert te houden, even zijn werk kunnen laten doen. Dan na de lunch, om 1:12, zorgen dat je dus geen lege maag meer hebt, ga je beginnen met die koffie. Dan zorg je er dus voor dat je daar ook weer je alertheid verhoogt en lekker door de dag heen kan knallen zonder helemaal kapot te gaan. En 's avonds niet koffie drinken voordat je naar bed gaat. Probeer je laatste bakkie voor 8 uur in de avond te hebben gedaan. En dan zit je helemaal goed. En dan weet je zeker dat jij het maximale uit je koffie haalt en het maximale uit de cafeïne. Ook nog een kleine pro-tip. Veel mensen nemen pre-workout voor de gym. Doe dat gewoon lekker niet. Drink een lekker bakje koffie voordat je de sportschool ingaat. De pre-workout, daar zit vaak cafeïne in en heeft vaak meestal hetzelfde effect als een bakje koffie. Dus drink gewoon het bakje koffie. Is waarschijnlijk lekkerder en nog goedkoper ook dan zo'n pre-workout shake. Deze video heb ik eigenlijk gemaakt vanuit mijn liefde voor koffie. Het is echt het perfecte drankje. Het meest lekkere wat er denk ik wel bestaat. Vonden jullie dit nou leuk? Geef me dan uiteraard eventjes een like. Abonneer op mijn kanaal, zodat je mij kan volgen en al mijn video's niet gaat missen. En zoals altijd, zie ik jullie natuurlijk weer volgende week. Laters!